Als dat goed is ben je in Photoshop natuurlijk al een beetje bekend met lagen. En is dat niet het geval, dan is er niks aan de hand. Dan is deze film misschien niet zo geschikt voor je. Dan kun je beter eerst naar de film kijken. Lagen, maskers en aanpassingslagen. Deze film gaat er net allemaal een klein beetje dieper op in hoe je makkelijk met lagen kunt werken. En laat ik eerst even mijn lagenpaneel aan de zijkant halen. Zodat het wat beter in beeld is. En laat ik er ook eens grote miniaturen van maken. Want het gaat in dit geval niet zozeer om de foto, maar meer om de losse lagen. Heb je dat lage venster nou niet? Ben je het kwijt? Je kunt hierboven bij venster kiezen voor lagen of op de sneltoets F7 drukken. Ik werk mijn foto's dus af in lagen en dat zie je hier. Je ziet hier op zich een zevental groepen staan. Bovenaan staat een laag hoe ik later eventueel de krop wil maken. Dat doe ik in een losse laag, want stel dat ik dat anders wil, dan beschik ik ook nog over het originele formaat van de foto. En ik heb een laag met bijvoorbeeld alles wat ik weggekloond heb. Nou, dat valt op zich wel mee als je het op, uh, op detailniveau ziet. Maar als je wat verder inzoomt, dan zie je dat dus wel. Maar ik heb ook een aantal groepen staan. En in zo'n groep, bijvoorbeeld de huid, heb ik dan weer twee tinten staan. Ik heb een, uh, een groep staan met doordrukken en tegenhouden. En eentje voor het uh, verzachten van de huid bijvoorbeeld. En die groep heeft dan de masker wat alleen de huid betreft. Nou, en je ziet wat het effect is op de foto als ik de complete groep uitzet. Zo hou ik. Mijn manier van werken, misschien dat jouw manier net wat anders is. Zo hou ik mijn manier eigenlijk gewoon ja, redelijk gestructureerd vind ik. Althans, ik vind het fijn werken, nogmaals, misschien dat jij iets anders bedenkt. Maar als je gaat tellen, deze foto heeft in totaal iets van 35 lagen en filters en noem het maar op. Um, 35 valt op zich nog wel mee, maar het is toch nog redelijk wat veel. Nou, stel je voor dat je in die 35 uh, lagen op zoek bent naar bijvoorbeeld iets heel specifieks. Ik weet mijn huid vrij makkelijk te vinden, maar stel dat dat wat lastiger is. Dan heb je daar in Photoshop heel makkelijk de mogelijkheid voor. Je weet misschien wel dat als je een laag hebt geselecteerd, dat je hier de dekkingsmodus hebt. Maar daarboven zit nog iets. In dit geval staat er soort, maar je kunt daar ook op klikken. En dan krijg je een lijstje met verschillende dingen. Daarnaast heb je een aantal icoontjes staan en een switch. Nou, de icoontjes is op zich vrij makkelijk. Je hebt bijvoorbeeld het eerste icoontje. Als je daarop klikt, dan laat je alleen de lagen zien waar je inhoud aan gegeven hebt. Al mijn aanpassingslagen vallen dus weg. Dus ik heb de kroplaag, de uitsnede voor dadelijk. Ik heb een laag waar ik het een en het ander met de jurk heb gedaan. Mijn laag met klooninhoud en de achtergrondlaag. De tweede is voor je aanpassingslagen. Dus hier staan al je aanpassingslagen op. En kun je op die manier ook nog tekstlagen laten zien. Die zijn er in dit geval niet. Of bijvoorbeeld filter op vormlagen. Die zijn er ook niet. En er zijn in dit geval wel twee slimme objecten in de laag. En je kunt het natuurlijk ook mixen. Dit zijn al mijn slimme objecten. Die staan hieronder in dit geval. En al mijn aanpassingslagen. En je kunt het geheel ook weer uitzetten. En zo kun je op die manier gewoon snel even switchen tussen bepaalde soorten van lagen. Maar je kunt ook gewoon de naam ingeven. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen van nou, ik weet dat ik een aanpassingslaag heb die bijvoorbeeld lichter heet. Die heb ik er in dit geval eigenlijk vijf. Dat is helemaal makkelijk. Ik heb een aanpassingslaag en ik heb daar nog uh, verschillende dingen in. Maar ik weet bijvoorbeeld dat er eentje bij doordrukken en tegenhouden zit in de huid. Maar ook bijvoorbeeld in uh, de oorbel heb ik dingetjes gedaan die lichter waren. Maar je kunt hier dus ook gewoon meteen de naam van je laag intypen. Of in dit geval de groep bijvoorbeeld. Ook het effect waarmee je werkt. Stel, stel dat ik een tekstlaag maak. Nou, laat ik eens gewoon een tekstlaag bovenop uh, leggen. Wel een iets grotere tekst, dan kun je het misschien lezen. Dan laat ik dit maken. En ik gooi daar bijvoorbeeld een slagschaduw op. Ik kan bij mijn lagenpaneel bijvoorbeeld kiezen voor het effect. Nou, dan wil ik alles zien wat een slagschaduw heeft. En in dit geval is dat alleen de tekst. Heb je nou meerdere teksten met slagschaduw bijvoorbeeld? Dan is dat vrij makkelijk. Dus heb je een document met heel veel tekst, allemaal in losse lagen. Dan kun je vrij makkelijk zeggen van laat mij de dingen met een slagschaduw zien. En dan kun je dus gewoon zeggen van ik dubbelklik daar even op. En ik pas het eventueel een klein beetje aan. Zo eenvoudig gaat dat. Ook kun je zoeken op kleuren. Ik gooi deze tekstlaag even weg, want ik vind het natuurlijk niet fraai. Ik heb hier mijn huidbewerking in, uh, in een bepaalde kleur gezet. Ik ga eerst nog even terug naar soort. Hier heb je de huid staan. De huid heeft een rood streepje aan de voorkant. Heb ik eigenlijk gewoon puur en alleen even gedaan voor dit filmpje. Normaal gesproken doe ik dat soort dingen niet. Maar je kunt een laag en een groep kun je een kleur geven. Gewoon door er met rechts op te klikken. En dan kun je hieronder kiezen voor nou, bijvoorbeeld oranje. Zo kun je bepaalde dingen in een bepaalde kleur neerzetten. En je kunt ook gewoon makkelijk zoeken op kleur. Gewoon uit de pull down zeg ik van nou doe alles wat oranje is en dat zijn in dit geval de dingen van de lippen. Je kunt het uit en aanzetten en je kunt het ook weer gewoon bewerken of je skipt gewoon naar rood dan heb ik alle dingen omtrent de huid. Het is een manier van werken. Zo kun je ook uh, een slim object selecteren. Als ik bijvoorbeeld zeg laat alleen de slimme objecten zien dat zijn dan deze twee. Maar je kunt ook zeggen van nou de documenten die gekoppeld zijn aan een ander document wil ik ook zien. Nou, in dit geval is dat niet zo uh, van toepassing, dus die komen niet tevoorschijn. En zo heb je dus een aantal opties waarmee je dus makkelijk kunt zoeken in je lagen. En als je gestructureerd werkt, bijvoorbeeld uh, altijd met dezelfde namen op je lagen, dan kan dat heel makkelijk zijn. En ook met dezelfde kleurtjes. Dus als jij heel gestructureerd werkt, dan kun je op deze manier dus ook gewoon heel snel dingen terugvinden. En voornamelijk als je dus hele grote, ingewikkelde documenten hebt met heel veel lagen, heel veel aanpassingslagen. Dan is dit echt een manier die het wat sneller maakt als je later nog dingen aan wil passen, bijvoorbeeld. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.